Yay! Mijn favoriete feestdag is mijn verjaardag. I just wanna see how beautiful you are. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video met mijn 20 favo's. En vandaag ga ik jullie dus mijn 20 favorieten vertellen. Maar ik heb nog meer leuk nieuws. Ik ben namelijk een van de nieuwe Tina-vloggers! Ja! Nou, ik ben dus Kimora. Jullie kunnen me waarschijnlijk herkennen van Tina the Musical en Kisses. Willen jullie weten wat ik met kettingjes heb en met smurfen ijs? Blijf dan kijken. Best part van Daniel Caesar and Her. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Black Panther. En ja, ik vind het gewoon echt een hele geweldige film. Hij is grappig. Het is fantasie. En daar hou ik gewoon heel erg van. Dit Harry Potter spelletje. Daar ben ik echt heel erg verslaafd aan. Het is heel erg leuk. Beyoncé. En Ariana Grande. En ik vind Beyoncé gewoon een hele goede zangeres. Een hele sterke vrouw. En Ariana Grande die zingt ook echt gewoon heel erg goed. En ze is ook heel erg mooi. Mijn favoriete kledingstijl is gewoon vintage. Dat vind ik heel erg leuk. En ja, dus bijvoorbeeld een mom jeans. En dan gewoon een sweater erboven of zo. Dat vind ik heel erg leuk. Coca-Cola cherry. Bubblegum slash smurf eyes. Paars. De poppy die heel erg... Ja, zo kijkt zo. Ik kan het niet echt goed nadoen, maar zo kijkt hij dan. Rotti, McDonald's en sushi. Frisse watermeloentjes, het zijn snoepjes. En ze zijn zeg maar niet zuur, maar zoet. En dat vind ik heel erg lekker. De zomer. Het is dan gewoon lekker weer in het zonnetje. Denk ik wel de mom jeans. Want dat kan je zeg maar echt bij alles dragen. Kettingen. Ik heb er nu ook eentje om. Met mijn sterrenbeeld erop. Mijn favoriete knuffel is denk ik... Ik had er wel eentje, dat was volgens mij een varkentje. En daar kon je dan in knijpen en dat maakte dan zo'n heel grappig geluidje. En die had ik volgens mij echt toen ik heel jong was gekregen. Mijn verjaardag. Ik vind het leuk aan mijn verjaardag dat ik een jaar ouder ben geworden. En dat ik dan allemaal cadeautjes krijg. En dat vind ik heel erg leuk. Ik hoop dat ik dit jaar een skateboard krijg. Alleen, ik denk niet echt dat het mag, omdat mijn moeder heel bang is dat ik een ongeluk krijg. En dat is niet zo handig. Maar alsnog hoop ik voor een skateboard. Koala. Ze lijken echt heel erg knuffelig en ik vind hun neusje echt heel erg schattig. Ik vind benzine heel erg lekker ruiken. Het is heel raar, maar het heeft zo'n geurtje wat ik best wel lekker vind ruiken. Muziek. Want dan mag je zelf je liedjes schrijven of dan krijg je een opdracht en dan moet je dan liedjes of een toneelstukje meemaken. Dus toch wel mijn lippen balsem, want dan worden mijn lippen heel erg glossy. Nou, dat waren dus mijn 20 favorieten en dan wil ik er natuurlijk ook eentje van jullie weten. Wat is jullie favoriete challenge? Laat het even weten in de reacties en doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!